Hoi, ik ga jullie vandaag laten zien wat mijn favorieten waren van de maand oktober 2013. Ik begin met mijn nieuwste haarborstel, de Mason Pearson borstel. Dit is de Rolls Royce onder de haarborstels. Hij is echt fantastisch en ik ben helemaal hooked. Sinds ik hem heb, gebruik ik hem iedere dag. Ik heb bijvoorbeeld net mijn haar gekruld en ik ben het nu aan het uitborstelen. En het zit zo mooi. Het maakt je haar niet pluizig, niet lelijk. En ja, het is gewoon echt de beste borstel ooit. Ik heb de junior trouwens. Je hebt verschillende soorten. Dit is junior met twee soorten haren daarin. Als we toch bezig zijn met haar. Mijn favoriete shampoo en conditioner van het moment zijn de Moroccan Oil Hydrating Shampoo en Conditioner. En de laatste maanden heb ik best wel moeite met shampoo en conditioner. Ik merk dat mijn haar dunner wordt. Ja, het wordt dunner. En dat shampoo en conditioner daar best wel invloed op heeft. Want als een shampoo te rijk is, vooral een conditioner te rijk, wordt mijn haar heel erg snel vettig. En dat ligt niet alleen aan de conditioner, maar ook zeker wel aan de shampoo. En als ik dus iets gebruik voor sluik haar, dan ja, ik wil ook niet dat het mijn hoofd te erg uitdroogt. Maar ik wil ook niet dat het te vet maakt. En ja, het is gewoon gedoe. En ik heb nu de perfecte combo. Ik vind deze heel erg fijn. Het hydrateert mijn haar wel. Mijn onderkant is vaak wel toch een beetje droog. Maar hier wordt het ook niet super vet of zo. Dus ik kan nu, ik was het dan zeg maar op maandag. En dan dinsdag, woensdag en donderdag was ik het weer. Dus één keer in de drie dagen. Wat betreft parfum, en meestal doe ik dat als eerst. Maar ik ben zomaar begonnen met mijn borstel. Dolce & Gabbana Light Blue is echt mijn favoriet van de afgelopen maand. Op de een of andere reden pak ik deze klassieker steeds weer. Hij is zo lekker, lekker fris. En elke keer als ik iets blauws aantrek, dan pak ik Light Blue. Gewoon op het idee of zo. Ik vind hem gewoon zo lekker. En ik heb hem vroeger ook heel veel gedragen toen ik 16 was. Maar nu dus weer. Dus hij komt langzaam terug in mijn leven. En het is echt een favoriet geweest van de afgelopen maand. Ik heb een favoriete kwast, namelijk deze Kabuki van Essence. Ik ben echt gek op deze kwast. Ik heb allerlei soorten kwasten, waaronder ook hele prijzige kwasten. Maar deze van Essence die gebruik ik nu iedere dag voor mijn poeder. Want een Kabuki is dan heel erg, ja, de haartjes zitten dicht op elkaar. Maar andere Kabukis die ik heb, die zijn veel fluffier. Deze is zeg maar net iets stijver en voor mijn gevoel dekt deze het allerbeste. En ja, hij is ook niet heel groot, dus hij neemt ook niet mega veel ruimte in beslag. Ik vind hem erg fijn, ik gebruik hem elke dag nu. Verder met make-up. Dit product heb ik vooral ontdekt sinds mijn operatie, omdat ik geen oogmake-up kon dragen. Deze Bobbi Brown Calypso Coral Pot Rouge. En pot rouge zijn producten die voor je wangen en voor je lippen zijn. En ik weet dat heel veel mensen hier fan van zijn. Het was nooit helemaal mijn ding, maar deze is zo mooi. Vooral als lipkleur. Ik vind hem echt zo. Ik ga een beetje over mijn lipgloss aanbrengen. Het is zo'n koraalkleur. En oranje lipkleuren staan mij echt absoluut niet. Maar koraal kan nog wel. En hij is zo. Oeh. Echt een soort van watermeloen-ish oranje-achtige tint. Ik vind hem zo mooi. Absolute favoriet. Met name op de lippen. Maar ook in combinatie. Dus dat ik hem hier op doe. En hier een beetje BB cream en klaar. Een ander make-up item wat een favoriet is, de Yves Rocher Veldtip Eyeliner. Ik gebruikte deze in een video, ik weet even niet meer welke. En heel veel mensen vroegen welke eyeliner dat was. Nou, dat was deze van Yves Rocher. Dit is met zo'n stiftpuntje. Daar ben ik echt gek op. Ik moet heel eerlijk zeggen, de allerbeste was toch die van Dior. Ik bepaal nog steeds dat die op is. Ik zie het ook terug aan de foto's. De foto's die ik toen daarmee maakte, het zijn de mooiste winged liners heb ik daar. Maar dat maakt niet uit, deze komt heel erg in de buurt van Yves Rocher. Dat puntje is echt heel erg mooi puntig. Ik heb hem nu ook gebruikt. En ja, je ziet toch wel verschil. Want bijvoorbeeld die van Essence die heel erg lang blijft. Die is heel goed. Die dekking is top. Maar dat puntje is niet zo super puntig. Waardoor je toch al snel een soort van stompje krijgt. Maar ja, ik vind dit het beste eyeliner op het moment dit. En de rand. Zweet is bij mij altijd een beetje een probleem geweest. Ik heb het is hormonaal een rommeltje bij mij. En dat uit zich onder andere in donkere haargroei, snor en zo. Maar ook door gewoon echt heel erg sweaty te zijn. En stinkend sweaty. En ik ben altijd op zoek naar een goede deo. En de laatste deo die ik had, die heb ik zo enorm. Ik weet echt niet meer welke dat is. Maar die heb ik zo enorm lang gedragen dat ik daarna naar echt. Hij rookt niet meer lekker, ken je dat? Te veel gedragen. Nou, en nu heb ik dus deze van Odorex. Onzichtbaar, puur tegen witte strepen. En die werkt erg goed. Huidverzorging. Nou, Micro Delivery Peel van Philosophy is echt mijn ontdekking van het jaar op het gebied van huidverzorging. Ik weet dat heel veel mensen er fan van zijn. Ik heb er ook een video van gemaakt, een zondagvideo. Zoek hem even terug. Ik sta zo in de badkamer. Dit product is waanzinnig. Het is echt. Het kost wel wat. Die kit is €70, geloof ik. Maar
ongelooflijk. Als je problemen met je huid hebt, probeer dit eens. Je wil echt niks anders meer. Ik ben er helemaal fan van. En iets anders waar ik echt super fan van ben op huidverzorgingsgebied is dit Clinique Anti-Blemish Solution Spot Treatment Gel potje. En dit is gewoon pure gel die je op een buisje aanbrengt. En het werkt echt. En ik heb meer echt al eigenlijk mijn hele leven spot treatment producten getest. En dit is denk ik een van de beste die ik ooit heb gebruikt. Hij werkt top. Sowieso ben ik pas na 6 maanden overgegaan op een nieuw huidverzorgingsregime van Clinique. En ik krijg wel vaker dat mensen zeggen, ja, ik denk dat jij veel puistjes hebt omdat je gewoon heel veel verschillende producten gebruikt. Maar dat is niet zo. Ik heb dus bijvoorbeeld afgelopen half jaar gewoon dezelfde producten gebruikt. Dezelfde als waar ik ooit in augustus een video over maakte. Maar mijn huid zag er zo dramatisch uit. Ik dacht, alles is nu ook bijna op. Ik ga gewoon wat nieuws proberen. Dus ik ben nu in lijn van Clinique aan het testen. Daar hoort dit ook bij. En hier ben ik echt wel over te spreken. De rest moet ik nog even wat langer testen om te laten zien of het echt wat doet voor mijn huid. Maar voor nu ben ik wel happy. Dus dat komt nog. En dit waren ze. Dit waren mijn favorieten van oktober 2013. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet beneden achter te laten wat jullie favorieten waren. En als je benieuwd bent hoe de producten heten en zo. Ik zet het altijd in een rijtje onder de video. Dus op mijn site beautywas.nl zit zeg maar, als je op lees verder klikt, staat er de producten uit deze video. En dan zie je de volledige naam voor de geïnteresseerden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Dit is een kajaalpotlood en hij is zo fijn.